Dames en heren, even onze excuses voor het feit dat het scorebord niet werkt, maar gisteravond is er briefje niet van geweest. Hoe doet Lucien het dan? Prima. We hebben goed onder controle en niet zo overtuigd. Doe maar een biertje. Maar hoe heet dat voor die... Ja, weet ik nog niet. Maar weet je waar, ik ben nog steeds in gedachten, Pim, om een... Lucien lacht niet, dus dan is het zo. Dan heb je veel meer, ja. Als het weer is, is mooi. Ja. Dan staat die zin. Dan... Moet hij alsnog fluiten, toch? Was niet zo bedoeld. Oeh.
Kijk, ik ben helemaal. Oh! Yeah!
Ja! Ga te vlaggen, joh! Kun je misschien gebruiken, Esso? Kom maar staan, hoor! Ga ik onder de weg hier? Nee hoor, valt voor mij op. Ja. Ja, uit de film zo. Dat is goed. Ik ben voor. Ja. Ik heb een keer gehouden met de kost. Ja. Wie? 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 Lekker jongens! Mag ook wel eens gezegd worden, jongens, dat lekker stiek. Ja hoor! Ja hoor! Ja, wie is het? Ja, ik weet niet. Lucien, eerste reactie. Het is niet anders. Ja, dankjewel. Ja, aanvoerder Hans. Dat hadden we niet verwacht vooraf. Nee, dat hadden we zeker niet verwacht, Leo. Het is echt, echt jammer, ja, zij waren gewoon feller. Eerst zelf, ja, eerste 20 minuten denk ik, 25 minuten. 20 minuten zeg maar, kwam niet over de middenlijn. Nee, ja, we kregen de opdracht om ze zeg maar het spel te laten maken. Waar zij wat minder in zijn. Ze zijn natuurlijk sterker in de counter. En ja, misschien is dat ook ons spel niet echt. Dat inzakken en afwachten. Dat is lastig. Maar ook iets wat gehandicapt, hè? Christian geblesseerd. Nou ja, als je op een counter gaat spelen, is een Chris Verbree met zijn snelheid. Ja, daar ga je wel kansen dan misschien mee krijgen. Omdat hij, ja, hij is gewoon super snel. En als je de bal er dan achter legt, dan. Ja, dat misten we. En ja, op een gegeven moment 2-0 kwamen we achter. En direct daarna scoorde je. Ja, ja, dat was zeker kort daarna. Ja, en dan zag je toch wel dat het misschien wat beter ging. We hadden wat meer vertrouwen. En ja, ik denk dat de laatste kwartiertje dat we wel redelijk druk vooruit zetten. Toch wel een verdiende overwinning, hè, voor DSO? Ja, ze hadden denk ik wel de beste kansen. En ze kwamen er heel gevaarlijk uit steeds. Ja, we gaan ons weer voorbereiden volgende week. Nee. Ja, Jeroen Willemsen, pupil van de week. Hoe vond je het vanmiddag? Heel leuk. Ja? Je bent bij de bespreking geweest, neem ik aan. Hoe ging dat? Vertel eens. Nou, gewoon de trainer van ja, de A ging dus gewoon zeggen wat ze moesten doen en zo. Ja. En aanwijzingen geven. En opvangen die tegenstanders, denk ik, hè, in de aanval? Ja. Ja. Maar nou even over jezelf. Jij keept in de E2, hè, heb ik gelezen. Ja. Ja. En je hebt zelfs nog twee broers hier voetballen, hè? Ja. En die spelen in de? De C en in de B. Ja. Maar nou ben jij keeper in de E2 en volgens mij heb ik jou wel eens gefilmd. Bij het elftal van de Zeeuw, hè? Waar René de Zeeuw bij leider is, hè? Ja. Hoe gaat dat? Vertel eens. Jij houdt die ballen allemaal tegen, toch? Ja. Ja. Tenminste, dat probeer ik ook altijd. En wie is je grote voorbeeld dan? Wat vind je een hele goede keeper? Stekelenburg. En papa helpt me altijd. En mama ook soms. En Arne Frank. Dus mijn broer. Ja. Nou,
Kijk, ga even nog lekker naar binnen. De kleedkamer in. Dan krijg je nog wel een drankje, denk ik. Hè? En dan straks zien we je nog met dat je de bal krijgt, denk ik. Ja. Dag, André, recht op de overwinning nog even rond de DSO. Ik denk dat de DSO vandaag een maatje te groot voor ons was. Als ik tot nu toe de ploegen die ik tot nu toe gezien heb, ik denk dat de DSO eigenlijk de meeste potentie heeft. En ik denk dat zeker tot de top gaat behoren en zeker een grote titelkandidaat is. De pupil van de week, en de pupil van de week was Jeroen Willemsen. Jeroen, als je even naar voren wil komen. Jeroen. Kijk eens, ik krijg een mooi applaus. Keeper van de E2. En ik heb vanmorgen gehoord dat je een hele goede wedstrijd hebt gekeken. Maar nee, het is een uitslag niet. 3-3. Zo, we hebben daar wel dan. Hij heeft ook nog twee broers spelen bij SVC 08. Dus is echt een hele familie is hier bekend. En dat zijn twee spelers, maar dit is het aankomende talent als keeper. Je krijgt een mooie oorkonde. Die krijg je van me mee. Dat is per se. En natuurlijk de bal met alle handtekeningen van de spelers die vandaag aanwezig waren. Alsjeblieft, graag gedaan. De bal van de wedstrijd is gekozen door de pers. En dat is Alex Heemkerk. Alex, is je ervoor gekomen? Kijk, Alex. Gefeliciteerd ermee. Ja. Je weet, ik krijg van mij een bol, dan mag je het besteden en tegen 10 euro. We gaan mee. Man of the match, maar toch denk ik met gemengde gevoelens. Ja, zeker weten. Ik denk, deze is onwijs goede ploeg. Maar ik denk dat we vandaag ook niet allemaal ons hebben laten zien wat wij kunnen. En dat is zonde. En ik denk dat zij wel hun dag hadden vandaag. En dan zie je dat het heel moeilijk gaat krijgen vanmiddag. Ja. Maar toch, man of the match is toch, ik begrijp de gevoelens, je hebt verloren. Dus dan is dat een beetje moeilijk. Maar ja, het is toch de waardering van de mensen die erover gaan richting nou, jouw persoontje. Ja, ik had natuurlijk liever gewonnen vandaag, maar wel mooi dat zij dat vinden. En, ja, het is altijd leuk natuurlijk als je wordt gewaardeerd voor je prestaties. Dus dat is wel mooi. Bedankt, Alex. Dankjewel, Alex.